Wat is up, dames en heren? Het is Racing Week. En dat betekent dat we terugkeren naar misschien wel het mooiste circuit dat er bestaat. En nee, ik heb het niet over Zandvoort. Daar gaan we volgende week heen. Kan ik niet op wachten als je ook naar Zandvoort gaat. Misschien komen we elkaar daar tegen. Nee, ik heb het over Spa-Francorchamps natuurlijk. België. Een circuit met historie. Een circuit met hoogsnelheden, snelle bochten, hoogteverschillen. Eigenlijk alles zit er wel bij in. Het gaat wel een hele belangrijke race worden voor Max. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb een Max-outfit aangedaan. Ben in F1 2021 gedoken. Voor de PlayStation 5. En gaan kijken of Max Verstappen hier kan winnen van Lewis Hamilton. Join me. We beginnen dus vanaf de eerste startrij. Tweede plaats. Let's go. We komen goed van ons plek, maar Lewis Hamilton ook. Hier gaan we hem nog niet voorbij steken, zeker niet. Lijkt ook wat sneller te zijn. Maar wellicht kunnen we dat met de overtake button en straks een DRS oplossen. Het feit dat hij hier sneller is, zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat we in de tweede sector een stuk sneller zijn dan hem. Oh, daar gleek een beetje. Hij lijkt langzaam toch een beetje weg te rijden, maar hier wil je echt trouwens niet de binnenkant curb raken, want dan ben je meteen gezien. Nou, hij lijkt toch wat afstand te gaan nemen. Ja, hier zetten we weer de overtake button aan. We hebben genoeg energie. Kijk, en daardoor komen we dichterbij. Als we maar binnen zijn DRS blijven, binnen een seconde. Dat is het allerbelangrijkste. En hier rond de 110, 20 meter remmen. Zeker wanneer je strak achter iemand rijdt zoals dit. Want je mist wat downforce. Dan is je remweg wat langer. Hier weer heel even de overtake button. Om in ieder geval in zijn kielzocht te blijven. Pas vanaf ronde 3 mogen we met DRS gaan rijden. Maar ik denk dat ik hem hier wel kan pakken. Het rijden 64% opgeladen. Nee, gaat het net niet worden, ben ik bang. Weer iets te hard over die curb. En hier vanaf 50 meter gas los. Ja, die pakt hij toch een stuk sneller. Kijken hoe we daar kunnen gaan verbeteren. Dat is toch wel een zwak punt voor mij. Komen we weer dichterbij. In ieder geval, als we ronde 3 er maar echt vlak achter zitten. Dan komt alles goed. Maar dan moeten we ook meteen afstand gaan nemen. Dan pakt hij ons uiteraard de volgende ronde gewoon weer terug. Deze pakte ik niet heel lekker. Ik ging daar veel te wijd. Oké, ja, hier komt hij. Hier achter hem blijven. En dan straks die achtervleugel open. Hier heel lichtjes sturen. Kom eens snel dichtbij. Gaat genoeg zijn.
zij aan zij. Maar we hebben hem. Clean overtake ook. De minimumsnelheid zo hoog mogelijk proberen te houden. Hier absoluut niet het gras raken, al wil je wel de bocht een klein stukje afsnijden. Neem hem nu toch hier iets anders. Het liefst toch wel aardig wat snelheid weer hoor. Kijk, daar komt hij alweer langs zij. Kleine touché. Probeer hem nog uit de weg te gaan, maar... Dat ging niet zo makkelijk. En hier toch maar weer heel even onze ERS gebruiken. Om een klein gat te slaan. Maar we gaan hem niet buiten die seconde houden. Hij zit dus vlak achter ons. We're leading our teammate by 6.4 seconds. Die was wel erg langzaam. Oké, nu vol gas. Hij zit op 18e. Hier dus een groot ongeluk tijdens de W-series. Dit weekend. Bijtske Visser. Ligt in het ziekenhuis. Ik weet niet of ze inmiddels al ontslagen is, maar... gelukkig niet. Al te serieus. Kijk, hier zit een heel klein groen stukje die je kan pakken met je linkerband. Ja, ik moet toch deze bocht een stuk beter onder de knie gaan krijgen. Als we hem ergens gaan verliezen is het... op dat punt wel. ...30% ERS, die bewaren we straks ook nog wel een beetje voor het rechte stuk. Kunnen niet te veel gaan gebruiken. Lewis Hamilton op 16e. Geen busstop. Oh, veel te wijd weer. Schillen nog maar 15e. Laatste ronde, jongens. Zestiende. Kom nu dichterbij. En nu moeten we die batterij uitknijpen, want nee, dit gaat ons niet lukken. Hij gaat ons hier voorbij steken, ben ik bang. 7% batterij nog. Op het nippertje. Maar hij gaat nog een tweede kans zo krijgen. Deze bocht naar beneden, wat ik al zei. Daar is hij over het algemeen een stuk sneller. Dus maar niet de ruimte gaan geven. ...20% batterij. Die gaan we nu volledig benutten. En dan kan... ...eigenlijk niets ons meer in de weg staan... ...voor een overwinning. De eerste overwinning van Max Verstappen... ...naar de zomerstop. Moet ik hem hier nog even... ...netjes doen. Oh. Klein momentje van overstuur. Maar we hebben hem, jongens. We hebben hem. De eerste overwinning na de zomerstop. Max Verstappen. En een hele belangrijke. Want we weten allemaal hoe het zit natuurlijk. Heel veel pech gehad.
Zeker ook tijdens Hongarije natuurlijk. Silverstone, hoeven we het niet meer over te hebben. It's all in the past now. Blik vooruit. Spa-Francorchamps dit weekend. Zandvoort volgend weekend. De eerste keer in 36 jaar dat de F1 weer terugkeert in Zandvoort. En ik kan niet wachten om erbij te zijn. Ik had in eerste instantie pech. Mijn tickets waren geannuleerd. Gelukkig via het resale-platform alsnog tickets op de kop weten te tikken. En ik ga met mijn broertje en mijn vader. Het wordt echt een fantastische ervaring. De eerste keer dat ik met hun naar Formule 1 race ga. Althans, dit trio zo in dit geval. Want ik was natuurlijk al een keertje eerder met mijn broertje en mijn neef naar Monza geweest. Maar het wordt de eerste keer met mijn vader. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik denk dat hij het heel erg vet gaat vinden. En uiteraard scoren we daar ook nog een mooie Max Verstappen outfit voor hem. Max Verstappen hier op podium. Lewis Hamilton 2 en Valtteri Bottas 3. Jongens, bedankt voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En ook, vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Ik zal je ontzettend dankbaar zijn. Voor nu, heel veel plezier bij de race op zondag. En volgende week, uiteraard, checken we elkaar in Zandvoort. Tot dan. Later.